We zijn in Den Haag bij Beeld en Geluid. We hebben een meet-up met Geboeid. Zo direct met Dwight die de vragen gaat stellen. We gaan met elkaar in gesprek over de docu en over onze ervaringen. En nou, mensen konden een kaartje kopen, dus die zitten straks hier. En wie is er natuurlijk bij? Ja, jij. Ik ben erbij. Jij bent erbij. Zo leuk. Vet groot. Nou, ik ben benieuwd. Het is de eerste keer dat we het gaan doen. We gaan het zien. Ik heb een heleboel dingen bij elkaar gebracht. En we werken vanuit die fragmenten in het archief ook heel graag met partners. En zoals je weet gaat radio, televisie over alles. Dus we kunnen ook vrijwel met iedereen samenwerken. En we doen dat heel graag met het Indische Herinneringscentrum. Omdat er een sterke gemeenschap is in Den Haag die daar altijd veel belangstelling voor heeft. En natuurlijk eeuwig en zalig, waanzinnig mooie onderwerpen. Dus dank je wel alvast. Nou, bedankt ook voor jullie gastvrijheid. Nou, ik ga de andere mensen zo meteen voorstellen. Maar ik ga ervan uit dat iedereen wel heeft gekeken naar Geboeid terug naar Indonesië. Klopt dat? Ja. Ja? Is er iemand die het niet heeft gezien toevallig? Of... Oh. Ik vind het wel dapper dat je durft te zeggen. Speciaal voor jou. Een applaus. De hele zin. Nee, we beginnen met de trailer. In Geboeid terug naar Indonesië maken drie jongvolwassenen de reis van hun levens. Ik heb goed nieuws, maar ik heb ook minder goed nieuws. Heel gek. Dat niet veel. En toen dacht ik, ja, zal ik een bericht sturen of niet? Nou, dat had ik wel gedaan. En eigenlijk is toen het balletje gaan rollen. En hebben we dit mogen doen, ja. Ja, ja, ja. Jij was dus zogezegd in mijn DM geslijt. Ik dacht, wat moet je van me? Maar nee, je had echt een hele mooie visie. En toen heb ik jou meegenomen naar de EO. En toen is het balletje echt gaan rollen. En eigenlijk had je ook bedacht van, ik wil dit echt voor Maluku. Ja, dat was eigenlijk wel de insteek van eigenlijk Maluku onderzoeken. Er zitten ook heel veel verhalen en perspectieven die naar voren mogen komen. Dus daar had ik eigenlijk de pitch op gefocust. En toen heeft de EO het toch, heeft het wel opgepakt, maar breder getrokken. Dus vandaar dat het niet alleen Maluku was, maar ook andere eilanden van Indonesië. Ja, zodoende. Ja, gelukkig maar, anders hadden we niet naast Emmy gezeten. Emmy, hoe trots ben jij dat we dit hebben kunnen maken? Hoe trots? Hoe trots ben jij? Heel trots. Ja, ik ben ook heel dankbaar dat jij ooit dat bericht hebt gestuurd. En dat we hier nu allemaal zitten. Ja, dat is wel heel mooi en bijzonder. Ja. Lieve oma, ik vraag u, laten we uw verhaal delen. Laten we het verdriet stromen, de boosheid voelen. Zodat we het stukje bij stukje kunnen loslaten. Veel liefs, Emmy. Ja, lieve Emmy, er zit heel veel kracht in jouw kwetsbaarheid. Hoe belangrijk was het voor jou om hier aan mee te doen en dit te delen? Heel belangrijk. Het is een heel proces geweest voor mezelf persoonlijk. Best al lang geleden al begonnen van wie was mijn oma, waar kwam ze vandaan? Ik wist daar heel weinig over. En dat helemaal gaan onderzoeken. En dan ook erachter komen dat er ergens wel een soort blokkade zit. Dat heel weinig mensen hierover praten. En dat dan zo op tv te kunnen doen, dat is wel heel bijzonder. Zo, lieve Gil, dan gaan we naar een fragment van jou. Vaak genoeg van mensen gehoord. Zo van, ja, maar dat is toch allemaal zo lang geleden. Daar heb jij toch geen last meer van? En dan denk ik echt van, serieus? Je moest eens weten. Want ja, het is toch generationele trauma die wordt doorgegeven. Ja, bepaalde dingen lopen gewoon stuk, omdat er toch een bepaalde blokkade zit over kwetsbaarheid tonen. Het is sowieso voor een moeilijker om niet gebruikelijk om je hart en ziel. Ik als derde generatie wil die dingen juist doorbreken.
Ja, ik weet nog dat in de montage, toen ik dit voor het eerst zag, Daan, dat heb jij ook gezien, dat iedereen toch even stil was, hè, bij dit moment. Dat maakte best wel veel impact. Hoe kijk jij hiermee terug? En toen we aan tafel zaten met mijn ooms en mijn nichtjes en neefjes en zo, dat was ook heel bijzonder, want dat had ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ik had wel af en toe gesprekken met één oom, gewoon apart. En dan weer, als ik bij de andere oom was, probeerde ik altijd een beetje te praten. Maar nooit zo dat meerdere familieleden dus dat gesprek met elkaar of met mij aangingen. Dus dat vond ik ook heel spannend. Want ja, je weet niet hoe ze gaan reageren en wat er naar boven komt en zo. Maar ik vond het wel heel mooi ook dat mijn jongere neefjes en nichtjes erbij zaten. Want ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat zij ook wel bepaalde dingen hetzelfde hebben meegemaakt als ik. Misschien dat zij merken dat er niet zoveel wordt gepraat over het verleden. Maar dat ze dan zien dat, ja, dat ik dat toch wel probeer te doorbreken. Of dat we erover kunnen praten. Ja. Ja. Ik weet nog dat in de gesprekken die we hadden, nog voordat we überhaupt groen licht hadden om hier aan mee te werken, dat je zei, ik vind ook dat Molukkers te weinig vertegenwoordigd zijn op tv, in de media, ons verhaal. Speelde dat ook een rol, zeg maar, bij het deelnemen aan Geboeid? Wilde je daar ook echt in voorop lopen? Zeker, ik dacht wel, ja, toen ik bij jou aanklopte ook, ja, ik vind het wel belangrijk dat onze verhaal en onze geschiedenis naar voren komt. Omdat heel veel mensen in Nederland gewoon, ja, nog heel onwetend erover zijn. En het was misschien ook wel te merken aan sommige reacties die mensen gaven. Dus ja, ik vond het wel belangrijk. Ja, ik denk, oké, het wordt opgepakt. En we gaan. Toen werd ik wel een beetje zo van, oh jee, kan ik dit wel? Ben ik wel de persoon om dit allemaal te doen? Maar ik dacht, ja, er is wel een reden voor dat, ja, dat die visie naar voren kwam. Dat ik contact heb gehad met jou. Dus ik dacht, oké, dit moet gewoon gebeuren. En ja, vanuit de gemeenschap heb ik daar heel veel positieve reacties op mogen ontvangen. En het laat wel gewoon zien dat het heel belangrijk is om dit soort dingen te laten zien en te bespreken met elkaar. Maar ik weet ook dat toen ik de aankondiging deed op Facebook bij de eerste Geboeid, had ik een foto laten zien van de hele crew. En er was een reactie onder, er stond, hoe kunnen witte mensen dit nou maken? En toen dacht ik, wat is dat nou voor een rare reactie? En later ging ik erover nadenken van, oké, waar komt dat vandaan? En het was iets genuanceerder. Er werd gewoon gezegd van, joh, je moet het met mensen maken die het beter begrijpen. Maar heb jij ook nog andere verschillen gemerkt? Dat je zegt van, goh, dit is echt een cultureel verschil of een blinde vlek in het maakproces? Mag je ook een antwoord opgeven hoor, Emmy, als jij een herinnering hebt dat je zegt, dat is echt een verschilletje? Ja, nou, voor mij ging het ook wel een beetje om sensitiviteit. Want er is dus heel weinig gesproken over die verledens en ineens komt er heel veel informatie op je af. En ja, de makers hadden niet soms altijd even door hoeveel emoties dat teweeg kon brengen. Ja. Dat je daar sensitief mee om wilt gaan eigenlijk. Ja, dat was soms wel lastig. Zelfde vraag aan jou, Gail. Wat zou je mensen mee willen geven die op zoek gaan naar een roots? Wat ik zelf heb gedaan is elke keer dingen opschrijven. Als we ergens naartoe gingen, gedachten die bij mij naar boven kwamen of emoties. Om het van me af te schrijven. En misschien ook wel vast te leggen gewoon met videobeelden. Wat ik zelf dus met vloggen doe en zo. Ik denk dat dat echt wel een waardevol iets is om naar terug te kijken. Ik heb tijdens de docu heb ik natuurlijk ook gevlogd en die staan ook al gewoon op mijn YouTube kanaal. Dus die deel ik dan ook met mensen. Misschien niet alles. Hè? Sommige dingen hou ik misschien liever voor mezelf. Maar ik denk dat dat echt wel kan helpen om en erop te reflecteren. En je hebt die beelden altijd. Dus dat is gewoon heel mooi. Dat is sowieso iets wat ik kan aanraden. Ik merk dat ik ook een beetje moet lachen omdat de vlogs, die laten natuurlijk ook zien wat je niet in de docu ziet. Het is echt een aanrader. Oké, nee, dan ga ik gewoon random gewoon vragen aan jou van wat vond je eigenlijk van deze serie? Wat ik van vond? Ik vond het een fantastische serie. Ik vond het wel heel vet om dat te zien, om jullie
vooral ook heel vet om de plekken te zien die er nog steeds zijn eigenlijk. Dus het huis van je oma, ook bij August hè, natuurlijk. En wij, dat heb ik dan niet meer. Ik heb wel roots en familie in Indonesië, maar het huis of de gebouwen die staan niet meer. En dat vond ik zo mooi dat toevallig dan dat verhuur er wel staat. Ja, het is super gegund. Om ook ja, te komen op een plek ja, waar je vandaan komt. Ja, dichter bij je roots kan je dan niet, weet je. En dat is dan 12.000 kilometer verderop. Ja, fantastisch. Ik vond het mooi. Dankjewel. Mag ik een applaus voor Emmy en Gil? Wie hier weet wat de prijs van foelie, kruidnagel en nootmuskaat is, betaald in bloed en schaamte. Wat overblijft, een geraamte, ontbloot van identiteit, respect en menselijkheid. Ontslagen uit het leger, een gulden per week. Geen recht om te werken en geen opvang om het trauma te verwerken. Dus vraag ik je, weet jij wat de prijs van foelie, kruidnagel en nootmuskaat is? Dankjewel. Heb ik dit mogen maken? En hij is gewoon, wat jij zegt, de journalistiek, hè? Dat, journalistiek is echt een wereldje apart. Zo moet je het eigenlijk zien. Dat zijn mensen die willen gewoon verhalen, die zitten op de feiten, die willen cijfers naar boven halen. Die denken ook echt op een andere manier dan de mensen die human interest programma's maken. En ik denk dat daar het verschil zat tussen ons als regisseurs. Echt een pareltje hoe dat allemaal samenkwam. Eigenlijk die hele reis kwam daar samen. Want daar werd nog eens eventjes toch ook zout in die wond gestrooid. En ik vond dat heel fijn dat we dat konden doen, omdat anders werd het wederom niet verteld. Want dit staat niet in die geschiedenisboeken. Nee, want hier staan die feiten van, nou, de Hollanders komen aan land. Als ik woon in Spakenburg, daar hebben wij dus een buurt met allemaal, dat noemden ze de zeeheldenbuurt. Dan denk ik, kijk, ja, daar gaat dan... Ja. Denk ik toch iets mis, behalve als je het vanuit het witte perspectief bekijkt. Want daar is geld verdiend, dus ja, hop, dat zijn de zeehelden. Dat zijn de helden dan in dat ja, perspectief. Al moet ik wel zeggen, nageboeid, dat vond ik juist heel erg grappig om te zien. Wij hebben een plaatselijke krant, De Bunschoter heet dat. En daar stond ineens een foto van een straat. Ik denk, daar hebben mijn opa en oma gewoond. De J.P. Koenstraat. Mag deze straat blijven bestaan? En een oud inwoner van Spakenburg heeft dus bij de gemeente zijn beklag gedaan. Van ja, luister, is dit nog wel van deze tijd? Maar dat was dus naar aanleiding van onze serie. Dus ik was lichtelijk. Oh. Eigenlijk, nou, oh, lichtelijk. Ik was gewoon. Lekker bereikt. Ja, super. Ik was echt heel. Ik dacht echt, ja, dit hebben we dus bereikt. En dan wil ik ook nog wel heel even aandacht hiervoor. Want dit is voldoet. Want je wil, het verhaal moet verteld worden en daar moet over gepraat worden. Maar ja, dat is zowel positief als negatief. Ja, ik vind het heel mooi als mensen zeggen van hè, het is herkenbaar en die zijn blij dat er over gesproken wordt. Toevallig is dit gepost door de EO samen met mij erin. Dus ik krijg steeds ook meldingen als mensen reacties sturen. Dus tot de dag van vandaag komen er nog steeds reacties binnen. Ook van mensen die bijvoorbeeld zeggen wat een onzin zeg. En dan refereren ze naar het generationeel trauma. Zij denken dat dat dus een soort van bedacht is. Of het leven is te kort om met negatieve dingen in het verleden bezig te blijven. Ja. Ik weet niet wat iemand dan denkt, want ik kan diegene weer niet begrijpen. Ja. Maar als ik toch een heel klein uitstapje maak. Ik ga ervan uit dat je je tegen kan, maar vertel even, wat doet dit met jou? Ja, ik vond het wel bijzonder om al die reacties onder die post te zien. Dat was het stukje wat net werd laten zien. Dat ik ook emotioneel werd en zo. En sommige mensen die reageerden daar best wel heftig op. Van, wat ga je nou lopen janken? Ik ga toch ook niet huilen omdat mijn opa en oma de oorlog hebben meegemaakt. Ga lekker terug naar je eigen land. Nou, toen dacht ik echt van, oké. Maar ja, aan de ene kant dan moet je ook begrijpen dat die mensen waarschijnlijk ja, gewoon niet openstaan om te leren. En om andere perspectieven daarover te leren en te bekijken.
En ze hebben waarschijnlijk alleen dat kleine stukje gezien. Ze gaan niet de serie kijken. Dus moest ik bij mezelf ook wel even, oké, it's oké, maakt niet uit. En al de andere reacties, ja, mooi. Dan weet ik, oké, ik weet waarom ik dat heb gedaan. En waarom, ja, dat het gewoon een goed iets was om het naar voren te brengen. Ook al snappen andere mensen het niet. Nou, om in ieder geval het gesprek gaande te houden. Het verhaal moet verteld worden. En ja. Wat voor verhaal het dan ook is, weet je, van waaruit welk perspectief het ook is. Ik denk dat zolang het, ja, zeg maar, verteld wordt en het blijft, ja, dan, dat is zo belangrijk. Ja. Vooral omdat er weer nieuwe generaties gaan komen, weet je wel. Ja. Dus ja, als het dan hier stopt, ik bedoel, derde generatie hebben we meegereisd. Dan, ja, het is gewoon belangrijk. Als Garuda slaan wij de vleugels uit boven Nederland, Indonesië, de wereld. En als Soroto vragen wij ons af wie wij zijn. Dus voor iedereen die aan het vliegen is, mogen jullie op een dag veilig landen. Oh.